Good morning. Ik sta in de metro. Met een stukje op de voorpagina en twee pagina's. Met allemaal foto's van mijn reis. Check dit. Kijk dan, dit is het stukje op de voorpagina. En dit is OM freaking G. Kijk dan, kijk al die foto's. Ah! Amazing. Ik had Nadine gevraagd om even een metro voor me te halen. Omdat ik natuurlijk niet in Nederland ben. Wow. Wat bizar om je verhaal zo terug te lezen en die foto's te zien. Ik was altijd zo jaloers als ik zulke verhalen van mensen las. En nu is het gewoon mijn verhaal. I cannot believe Anne Merel. Anne Merel heeft ook een YouTube kanaal. AnneMerel.com. En ze schrijft dus ook voor de metro. I'm so happy. Dit is echt amazing. Ik weet niet, weet je wat het is? Soms dan zit je zo in je eigen leven en in je bubbel en dan... Ja, op een gegeven moment, natuurlijk, weet je, je ziet het, ik realiseer me heel vaak dat ik super bevoorrecht ben en dat mijn reis echt een droom is die uitkomt. Maar dan lees je het zo zwart op wit en dan denk je echt, I did it. Oké. Ontbijten. Boterkaas en eieren. Ronde nummer 2. Pannenkoeken met Nutella. Holy smackers, we varen net Venetië binnen. Oh, zou ik vertellen wat ik zo meteen kom? Nee, dat ga ik niet vertellen. We gaan gewoon even kijken. Kijk dan. Vet cool dit. Dit is wel een soort van grande finale of zo van de cruise. Kijk eens. Komt-ie. Wow, hoe tof zijn deze maskers, joh. Super vet. Holy smackers, dit is echt mooi. Wauw. Dat is ook mooi. Nee, ik ben helemaal weg van deze. Wauw. Grote gelato winkel. Midden in het centrum van Venetië. We gaan nu gelato proeven. Nee hoor, grapje. We zijn bij het San Marcoplein. Wauw, super mooi. Yo, even. Ik stel voor dat we Italië een andere naam geven. Lavish Land. Het is echt ongelooflijk hoeveel historische rijkdom zij hebben. Italië for president. Nou, doe maar niet eigenlijk, maar het is echt super mooi. Oké, bij deze, samen met China, mijn favorite landen ooit. Italië en China. Love it. Yummy. Altijd de belangrijkste attractie in welke Italiaanse stad dan ook. Ik heb pistacheijs en citroenijs daaronder. Ik denk dat dit officieel de coolste straatlamp is die ik ooit heb gezien. Hoe tof is dit? Kijk dan. Het is gewoon een draak of zo. Super vet. Oh, dit is ook wel heel grappig, joh. Kijk dan. Die met die neus. Weet je wat ik zo tof vind aan Venetië? Het is heel mooi, maar het heeft ook een hele mysterieuze kant. Ik heb wel eens een artikel gelezen over Venetiaanse spookverhalen. Dus als het zeg maar hier donker is, dat er dan allemaal creepy crawlers boven komen. Maar ja, ik vind het altijd wel fascinerend. Als je niet van houdt, dan natuurlijk niet. Maar je moet maar eens googlen. Venetiaanse spookverhalen of Venetian ghost stories of zo. Het is wel tof. We zijn eventjes aan het wachten op de gondola. Maar ondertussen kan ik je natuurlijk alvast laten zien wat ik aan heb. Ik heb aan een shirt met artistiek erop. Deze heb ik in Shanghai gekocht. Een soort crop top is het. Daaronder heb ik een witte rok die ik ook in Shanghai heb gekocht. Deze heb je denk ik ook al eerder gezien, zeker als je me op Instagram volgt. En natuurlijk mijn zilveren schoenen uit Taipei, Taiwan en sokken die ik in Zuid-Korea heb gekocht. Oh ja, ik heb nog deze zonnebril. Deze heb ik in Thailand gekocht, gewoon in een random supermarkt.
Daar gaan we hoor. Op de gondola. En de Delta Paradise. Oei. Waarom wil je alles hebben? Snoep en kaartjes. Wat zeg je? Ik heb snoep en kaartjes. Snoep en kaartjes, alles van jou? Ja. Oké, laatste keer Paradise Veggie Burgers. Oh, rookkaas op een hamburger, probeer het. Het is zo lekker. Vooral als je een portobello burger hebt en je wil hem pimpen, rookkaas. Oeh, weet je wat ik heb gekocht? Kijk! Vet hè? Ik heb er eentje gekozen die niet van metaal is. Want ik heb zowel, zeg maar, dit is een stoffen. Zowel een stoffen als een metaal gepast. En die stoffen die zitten veel lekkerder. En zijn ook nog eens wat beter betaalbaar, om het zo maar te zeggen. Ik heb hier 6 euro voor betaald. Ik ben er super blij mee. Als je denkt, wat de hel ga je met dat ding doen? Nou, ik dacht misschien is het vet om een keertje gewoon naar een festival toe aan te trekken. Het lijkt me gewoon wel, ja, wel grappig. Oké, niet lachen. Ik meen dit serieus. Hey Jenny, wat moet ik nou zonder mijn hoofd-outfit-filmer? Weet ik niet. Oh, kom, we gaan weer omhoog. Kom. Naar 7. Jij bent in je sas? In je sas met badendas? We gaan naar boven. Nee, we gaan weer naar beneden. Nee, wij moeten naar beneden. Verdorie! No, 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 no. I hear somebody giggling. Oké. Okay. There's a gigglebug in here somewhere. Ja, een giegelbeestje. Zo noemen ze je. She wants to join your show. Perfect. Kijk hoe gaaf. Ze hebben dus een culinary council. Een soort culinaire raad. Van 6 topchefs. Waaronder Johnny Boer. Ik ben groot fan van Johnny Boer. En af en toe zijn ze dus gastchef op een avond. Maar vanavond staan er dus meerdere gerechten van die chefs op de kaart. Super, super, super tof. Ik ga eens kijken wat ik lekker vind. Wij komen eigenlijk net terug van eten. En dit is wat ik aan had. Dit is een hele oude maxi-jurk van de H&M. Deze draag ik natuurlijk met mijn Chanel-tas en mijn Zara platte sandaaltjes. Ik had zo geen zin om me helemaal op te doffen eigenlijk deze laatste avond. En deze jurk ziet er super leuk uit. Terwijl je eigenlijk bijna niks eraan hoeft te doen, om het zo maar te zeggen. Dit is wat we de laatste avond hebben gegeten. Het voorgerecht is salade met bietjes en blauwe kaas. Oeh, het hoofdgerecht ziet er erg lekker uit. Dit is een curry met verboden rijst. Jammee. Omgekeerde perentaart met kardemomslagroom in koffie. That's it, folks. We zijn er, schat. Ga je mee? Ja. Ja? Voor de allerlaatste keer in dat lekkere bed slapen. Heb je een leuke vakantie gehad? Ja. Ja? Wat vond je het allerleukste? Een beetje van alles. Een beetje van alles. En heb je een favoriete stad nog? Nee, eigenlijk. Nee? En vond je Rome niet heel mooi? Wel. Ja? Maar alle andere dingen vond je ook mooi? Ja. Oké. Nou, dan zie ik je morgen weer, hè? Ja. Oké, zeg maar doei. Doei, internet. Slaap lekker, schat. Doei. Ik ga nu mijn laatste bubbelbad nemen en dit amazing boek uitlezen. Ik ga mijn make-up eraf halen. De handbagage is nog niet ingepakt, maar dat komt morgenochtend wel weer. Tijd voor de vraag van vandaag. En een vraag die me heel vaak wordt gesteld is 1. Hoe kan je het je veroorloven om zo lang op reis te gaan als je niet werkt? Nou, een heel simpele vraag met een heel simpel antwoord. Ik heb zeker 3 jaar gespaard voor deze reis. Zodat ik in ieder geval een jaar kan overleven. Ja, ik kan niet al te lavish leven. Maar ik kan gewoon een jaar lang niks doen, bij wijze van spreken, en reizen. Het sluit er een beetje op aan. Is, werk je nu? Nee, ik werk nu niet. Ik verdien iets met YouTube, maar het is niks significants, om het zo maar te zeggen.
En ik ben ook niet van plan om te gaan werken tot het einde van het jaar. Ik ben wel aan het nadenken natuurlijk wat ik daarna ga doen. Maar ik heb dat een beetje losgelaten. Ik had heel erg in het begin en ook nog zelfs in Hongkong in mei zo'n hele grote angst van, ik weet niet wat ik hierna ga doen, want ik ben gewend om mijn hele leven te plannen en ik weet niet wat hierna volgt. En eigenlijk, ik weet niet, misschien in Thailand of zo, dat de hele reis een soort van is ingezonken. I don't care. Het interesseert me niet wat er aan het einde van deze reis op me wacht. Ik zie het wel. Het is een soort van omgekeerd denken. Kijk, je kan heel bang zijn voor wat er aan het einde op je wacht. Of je kan juist heel nieuwsgierig zijn. Als in van, nou, ik vind tot nu toe eigenlijk best wel heel erg goed gaan. Het kan volgens mij alleen maar beter worden. En ik ben eigenlijk nieuwsgierig wat voor verrassingen het leven voor me heeft en voor me voor de voeten gaat gooien. Dus dat is een beetje mijn mindset op dit moment. En ik werk dus niet en ik maak me daar op dit moment even geen zorgen over. Ik ga slapen, morgen gaan we weer samen terug naar Nederland. En dan gaan we het hebben over vloggen voor de rest van de tijd dat ik in Nederland zit. Dankjewel dat je er vandaag bij was. Als je geabonneerd bent, dan vliegen we morgen natuurlijk samen terug. Ben je nog niet geabonneerd, denk je, ja, ik wil eigenlijk nog wel meer horen over wat je te vertellen hebt in je dagelijkse vlogs. Klik dan hier om je te abonneren. Mocht je zoiets hebben van, nou, eigenlijk ben ik nog niet uitgechilled met jou, Yves. Klik dan hier voor de vorige aflevering van de vlogs. Of je kan natuurlijk ook oude Treffen-vlogs terugkijken als je dat leuk vindt. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen. Oh, Venetië was dope trouwens. Zeker, zeker de moeite waard samen met dromen.